Vandaag start de eerste Digital Week van Schiphol. Voor het eerst staan we met elkaar een week lang stil bij wat digitaal te bieden heeft voor de luchthaven, voor haar klanten en voor haar medewerkers. Iedereen binnen Schiphol gaat op een of andere manier vroeger of later te maken krijgen met werk wat verandert als gevolg van de digitalisering van de luchthaven. Dat mensen bewust worden dat de wereld hard aan het veranderen is en dat ook hun rol in die wereld aan het veranderen is. Een hele interessante week waar iedereen is uitgenodigd om mee te doen. Uiteindelijk willen we hier de beste luchthaven van de wereld zijn en daarna leading blijven. Digital Week is super belangrijk voor alle werknemers om kennis te maken met alle nieuwe mogelijkheden die digital biedt. Ik vind het heel leuk dat Schiphol zoiets aanbiedt, want het geeft je leuke inzichten op een nieuwe manier met nieuwe technieken. Ik heb zelf workshop Growth Hacking en Design Thinking gedaan. Ik ben in Escape Room geweest. Die Google Translate app die is echt wel heel erg cool. Dat je het gewoon kan scannen en tegelijkertijd kan lezen, dat ga ik zeker gebruiken. Ja. Ja, wat ik heb geleerd in de sessie bij Jurjan Kamer over de Formule 1, is dat ze daar multidisciplinaire teams hebben die super snel kunnen schakelen en heel snel changes kunnen doorvoeren. De virtual reality, ja, je hebt wel veel over die bril gezien en gehoord. En het is toch geinig dat je daarmee in aanraking komt. Ik denk dat er heel erg veel toepasbaar is voor ons binnen consumers marketing. Maar het meest interessante vind ik denk ik wel hoe we agile kunnen gaan werken. Ik kon er helaas niet overal bij zijn, maar gelukkig is alles via internet terug te vinden. Na deze week is iedereen een klein beetje meer digitaal in haar denken, maar vooral vanaf volgende week in haar doen.